dat de formerende partijen asiel willen bestempelen tot een nationale crisis. Dag meneer Wilders, zijn er onconventionele maatregelen nodig op asiel? Ja, ik ga helemaal niet zeggen over mensen die blijkbaar stukken hebben gelekt. Dus dat is niet zoals het hoort en dat ga ik ook dus niet op reageren. Uiteindelijk vind ik echt heel erg belangrijk dat minder mensen naar Nederland komen. Of het nou gaat over asiel, studie en werk. En dat we echt grip op hebben op wie er naar ons land komt. Ik ga niet over de stand van de onderhandelingen. Maar als wij er over asiel uit zouden zijn, dan denk ik dat we er over alles uit zijn. Zijn jullie verder gekomen op asiel vandaag? Ja, nee zeker. Ja, dat was net iets te lang stil. Ja. Nee. Dat moet je zeggen. Over die formatie. Eerdmans, u kent de dames en heren vrij goed. Als je zo die lichaamshouding van die vier ziet, als ze naar buiten komen, of drie, Caroline van der Plas is er niet bij. En wat denkt u dan? Gaan ze eruit komen? Ja, ja? Nou, ik heb gezegd, op inhoud hoeft het niet zo heel ingewikkeld te zijn. Ja, maar blijkbaar lukt het nog niet. Om zich er wel gelijk, als ze op asiel eruit komen, dan lukt het volgens mij ook wel op de andere terreinen. Dat is gewoon het meest urgent, meest belangrijk, ook voor de partijen. Maar ik geloof dat vooral in die chemie zit en zat. En ik denk dat dat verbeterd is, hoe ze met elkaar omgaan. Dat wel de goede kant op lijkt te gaan. Op inhoud, volgens mij moet dat kunnen. En er is ook niet zoveel alternatief, hè? Laten we eerlijk zijn. De kiezer heeft gesproken, dit is wat daaruit is gerold. Dus ze moeten het ook. Sharon Gesthuizen, als iemand die heel erg politiek actief was, lang in de Tweede Kamer gezeten en nu van buiten dan een beetje kijkt, hoe heeft u de afgelopen maanden naar het formatieproces gekeken? In eerste instantie met het gevoel dat dit niet goed zou lopen. Dus helemaal in het begin dacht ik, dit wordt geruzie en dit wordt gedonder. Dat is het natuurlijk op een behoorlijk aantal momenten geweest. Ook wel geweest. Ja, twee partijen zijn in ieder geval op een gegeven moment een keer weggelopen. Omtzigt is weggelopen, nu recent Wilders. Afgelopen Tot een paar weken geleden dacht ik, ze gaan het wel vlot trekken voor de en zomer. Nu? 15 mei is de deadline, keiharde deadline. Kijk, je ziet natuurlijk dat op een aantal terreinen, het toverwoord is nu asiel. Op een aantal terreinen die daarmee samenhangen, staan partijen tegenover elkaar. Want het gaat dan niet alleen over die asielstroom, het gaat ook over hoe kijk je er dan rechtsstatelijk naar. En asiel hangt in die zin natuurlijk samen met, Jezielke zei dat net heel mooi, hangt samen met wat doe je met arbeidsmigratie. Ja. Nou, laten we het eerst even hebben over datgene wat dan uitlekte deze week. Ja. Waar Wilders, hij zei dat hij er zagrijnig over was. Ik weet nooit wie er natuurlijk gelekt heeft in Den Haag. Asielmigratie benoemen tot nationale crisis. Dat betekent dat je allerlei vergaande maatregelen kunt nemen. Goed idee? Ja, denk het wel. We hebben dat ook gevraagd. Overigens, VVD heeft het ook gevraagd. We hebben het gevraagd aan Van den Burg, de staatssecretaris, van zou dat dan kunnen? Kun je dan, de Vreemdelingenwet zegt artikel 110 en 111, dan kun je bijvoorbeeld een behandelstop invoeren. Als je kijkt naar een dreigende noodsituatie, dan zegt Van den Burg, gaat alleen om overstromingen. Van den Burg zei, kan niet. Het kan niet. Nou, dat is precies de interpretatie van die artikelen. Ik bedoel, we hebben ook tijdens corona volgens mij gezien dat diverse Scandinavische landen hebben gezegd, we nemen even geen asielverzoek in behandeling vanwege corona. Dus het is maar net wat je wil. Overigens heeft het ministerie zelf gezegd op mijn vraag dat het een maatschappijontwrichtende situatie is waar we momenteel in zitten. Een maatschappij, dat is een crisis. Dat zou je dus een crisissituatie moeten noemen. En dan denk ik, als Van den Burg nu nog 12.000 plekken moet gaan regelen voor de zomer, we zetten met een dwangwet waarin gemeentes worden gedwongen, we zijn toch in een noodsituatie terechtgekomen. Wij zeggen bij JA21, je kan al zoveel doen, gaan we het zo meteen denken over hebben, binnen de huidige richtlijnen van Europa en van de VN. Daar kan je veel doen. We zijn lang niet het strengste van Europa zelfs, binnen die richtlijnen. Dus je kan veel meer. En dat moet je dan ook durven doen. En dat is vooral een politieke wil. Gesthuizen, nationale crisis. Goed idee, ja of nee? Asielmigratie. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Vooral niet omdat je het risico loopt dat datgene waar mensen echt heel erg veel last van hebben, bijvoorbeeld de crisis op de woningmarkt, hè, daar ben ik het zeer mee eens. Een crisis op de woningmarkt is er zeker. Die los je niet op door te zeggen, we sluiten de grenzen voor asielzoekers. Want waarom niet? Ik bedoel, we laten 50.000 mensen binnen. Omdat u net zo goed als ik weet, omdat u net zo goed als ik weet dat de aantallen op het vlak van arbeidsmigratie al vele jaren, vele malen hoger zijn. Dus waar ik moeite mee heb, kijk, ik kan me voorstellen dat je als politiek zegt, er verandert iets in draagvlak in de samenleving. En we willen. Je kan het je niet alleen voorstellen, je ziet het gebeuren. Dat zie je gebeuren. Deels ook wel echt aangewakkerd, denk ik, door politici zelf. De manier waarop er over vluchtelingen wordt gesproken. Ze weten ons goed te vinden. Maar wat je als land, denk ik, mee bezig moet houden, is je hebt korte termijn
Daar kun je van alles over afspreken, maar je hebt ook de langere termijn. Wat voor land wil je zijn? Wat voor Europa wil je zijn? Maar ons land verandert doordat je jaarlijks 50.000 mensen toelaat, omdat we bijna iedereen een permit geven die hier komt. Dat betekent elk jaar 50.000, elke week 1000. Dat die mensen gaan niet meer weg. Dat is het grote verschil met arbeidsmigratie. Die mensen komen werken, die doen A, doen ze werk, maar B, ze gaan ook vaak weer weg. Ja, dat geldt ook voor studenten. Het punt met asiel is, dat is ook geboekstaafd, na loop van tijd is dat 15% van je aandeel. En als jij zegt, ja, het verandert Nederland heel erg, denk ik. Dat, kom maar eens in Rotterdam kijken. Dus je kunt toch niet volhouden dat dat geen invloed heeft op de impact. Het is ook uitgerekend hoe duur dat is, 4,5 miljard per jaar. Ik vraag me af, hoe lang, enorm. Hoe lang zou u bijvoorbeeld voor een asielcrisis zijn? Over welke termijn hebben we het? Nou, totdat jij beheersbaar... Nee, precies. Of over twee jaar? Of nou ja, totdat wat Dylan Jezikos wel terecht zegt. Totdat je beheersbaar weet, wie laten wij hier binnen en wie overkomt ons? Wij laten ons nu overkomen wie er naar ons toe komt en die zetten we allemaal in Ter Apel op het gras. Dat is nu de lijn, het beleid. Er is eigenlijk geen beleid. Wij moeten toe naar een beleid van hele duidelijke grenzen. We willen eigenlijk tijdelijk naar een asielstop bij jaar 21. Maar dat betekent ook een grote hek om het land. Dat betekent een hek om het land, absoluut. Voor asiel wel. Nou, wij hebben een idee om dat uit te... Maar mag ik even zo'n vraag? Ik wilde dat ook zeggen. Hoe dan? Komt er Marius C. aan de grenzen staan? Zetten we hekken neer? Gaan we iedereen eruit pikken en weer terugsturen? En waarheen dan? Nou, wij zeggen een tijdelijk asielstop kan. Dat is ook, we hebben 14 punten gemaakt. Maar hoe voer je hem uit? Nou, je voert hem uit door te zeggen, iedereen die hier komt, die vang je op inderdaad, die zet je vast. Want dan is het een kwestie van, wij gaan hier geen asiel verlenen, maar dat zetten wij over in partnerlanden. Dat is eigenlijk het grote idee wat Denemarken heeft geactiveerd. Dat wordt nu in Engeland ook uitgeprobeerd. Met Rwanda. Wij zeggen, op dat moment heb je die stroom mensen, die kun je verplaatsen. Die zet je in een ander land waar de veiligheid gegarandeerd is. Wel belangrijk, anders zal de rechter ook niet mee. Dat is wel lastig, aangezien de Nederlandse juridictie natuurlijk echt stopt bij de grens. Nou ja, wij gaan niet over hoe Rwanda of over welk land dan ook, Libië. Nee, daar gaan we niet over. Kijk, maar dat heeft Italië natuurlijk met Albanië gedaan. Dat heeft de Europese Commissie ook van gezegd dat mag, omdat Italië ook overspoeld wordt. Die heeft gezegd, nou, we zetten die migranten in Albanië. Daar worden ze via de procedure gewoon behandeld. Kan volgens onze eigen staatssecretaris Boekers Knol ook in Nederland, want die zei wat Denemarken doet, het uitzoeken van een partnerland in Afrika, dat is ook een methode om het te doen. Mits je ervoor zorgt dat die mensen niet vluchtend voor geweld, teruggaan naar geweld. Dat is het enige wat echt telt. Als je dat netjes doet, dan kun je die mensen ook verplaatsen. Laten we even twee dingen uit elkaar halen, dan kom ik bij u. Namelijk het eerste is wat u zei. Hè? In Italië hebben ze al met Albanië een deal gemaakt om daar mensen te processen, zoals ze dat noemen. Ja. En dan hebben we natuurlijk Richie Sunak gehaald, eventjes voor de kijker nog een keertje, die deze week dan na twee jaar soebatten zijn oplossing, de Rwanda-deal, door het Engelse parlement kreeg. For almost 2 years, our opponents have used every trick in the book to block flights and keep the boats coming. But enough is enough. No more prevarication, no more delay. Parliament would sit there tonight and vote no matter how late it goes. No ifs, no buts. These flights are going to Rwanda. En dat ziet er in Rwanda dan zo uit. En hier komen ze dan terecht. Dit hotel in Kigali is er klaar voor, zeggen ze. De migranten kunnen in Rwanda asiel aanvragen en als ze dat krijgen, dan kunnen ze daar als erkend vluchteling blijven wonen. Het zal nog een paar weken duren voordat de eerste vlucht naar Rwanda vertrekt. Ja, Sharon Gesthuizen, is dit een oplossing? Want er wordt in Denemarken, Italië, Engeland serieus naar gekeken en zelfs uitgeprobeerd. Wat een oplossing is voor problemen in deze tijd met veel oorlog en veel terreur en veel mensen op de vlucht. Een oplossing is inderdaad wel internationale samenwerking. Daar moet je het inderdaad van hebben. Maar dat is iets anders dan zeggen, wij willen ze niet en ze moeten allemaal naar een ander land. Kijk naar de discussie zoals die op dit moment bijvoorbeeld woedt in Libanon. Hè. Daar zitten al geruime tijd meer dan 1,5 miljoen Syriërs. Daar willen mensen deze vluchtelingen ook niet langer. Daar zeggen ze ook, het systeem loopt vast, de economie draait hier ontzettend slecht. Onze samenleving kan het niet meer aan. Dus, alsjeblieft, zorg ervoor dat je internationaal gezien Syrië weer als een veilig land aanmerkt. Ja, maar dat is natuurlijk een lange termijn oplossing, hè? Nee, dit is wel iets wat Libanon op korte termijn heel erg graag zou willen. Dus zo snel mogelijk van Syrië zeggen dat het er veilig is. Kijk, wat ik ingewikkeld vind zijn eigenlijk twee zaken in het verhaal wat meneer Eertmans vertelt. In de eerste plaats is het toch zo dat de cijfers voor wat betreft arbeidsmigratie en arbeidsmigranten gaan, zoals we de afgelopen decennia hebben gezien, over het algemeen echt niet terug naar hun eigen land. Die blijven juist heel vaak. Op het moment dat het werk in de sector waarin ze te werk waren ophoudt, dan worden ze zelfs bovengemiddeld vaak werkloos. Dus dat is een enorm probleem. Als je daar niets aan doet, dan draai je toch als politicus, draai je wel een verhaal af waar mensen denk ik uiteindelijk teleurgesteld over zullen zijn. Want die problemen die er zijn,
die er zijn op de woningmarkt, die zullen daarmee niet opgelost worden. Er zijn worden. Wel en problemen met de arbeid. Het tweede punt is dat je, kijk, de wereld verandert. En dat er iets verandert in de samenleving aan het draagvlak voor asiel, dat zie ik. Nogmaals, deels aangewakkerd door de politiek. Ook doordat de asielketen niet goed is bemend. Daar hadden we andere keuzes in moeten maken. Maar wat je volgens mij moet doen, en zeker in deze tijd waarin we ook mensenrechten en de manier waarop we lange tijd hebben weggekeken voor mensenrechten herdenken, moet je ook met burgers de discussie aan willen gaan. Wat voor land wil je zijn? Okay. Maar wil links heeft nooit iedereen, een oplossing. Wil je links, iedereen weer aan de grens? Of zeg je nee? Er zijn ook nog steeds heel veel Nederlanders die zeggen... voor die moeder, voor die ene jongen die al lang in ons dorp was, daar hebben wij hard voor. Maar hiervoor is het heel simpel. De politiek is er niet meer bij. Die zeggen, we moeten gaan indammen. En ook de maatschappij zegt, gisteren kan niet meer. Gisteren gebeld met vluchtelingenwerk. Zien zij juist dat er nog steeds heel veel mensen zich aanmelden als vrijwilliger. Nee, maar Sunak, die heeft dus 41.000 van die bootvluchtelingen, migranten per jaar te verstouwen. Daar hebben jullie geen oplossing voor. Hij zegt, ik heb een oplossing. Dat is namelijk heel simpel. Opvang in een veilig land elders, buiten de Unie. Nu komen ze via 7 veilige landen naar Engeland toe of naar Nederland. Nou, wij zeggen dan is een Rwanda. Ik denk zelf meer aan een land als Zambia. Staat hoger in de index dan Rwanda, waar een beetje een ingewikkeld politiek bestuur heerst. Dan zeg je dat 8e veilige land is een partnerland. Dat is wat JA21 heeft gezegd. We hebben een motie neergelegd, die is ook aangenomen. We gaan zoeken naar partnerlanden buiten de Europese Unie voor veiligheid, bescherming en het overnemen van onze asielprocedures. Dat betekent dat ze daar mogen blijven, dat ze ook veilig zijn. Wat mij betreft tijdelijk, want waarom zou iemand permanente vergunningen geven als dat land waar ze vandaan vluchten weer veilig is, gaan ze terug. Mogen ze niet blijven, dan zet dat land ze ook weer uit. Nederland wordt dan verlost van de hele bubs aan procedures die ons over de schoenen loopt. Jij kan de hele tijd naar arbeid verwijzen. We hebben gewoon te maken met een asielcrisis. Dat is de crisis van Nederland. We hebben geen opvang, we hebben die huizen niet, we hebben de mensen niet om ze te beoordelen. Van de burger kan geen huis meer vinden, moet gemeentes dwingen. Kortom, je hebt een asielcrisis van je welste. Daar wil rechts de oplossing voor bedenken. Humaan, wat mij betreft, en effectief. Links blijft in een oude riedel hangen. Gaat het niet meer worden, zoals jij het, met alle respect, maar dat wordt hem niet meer. We moeten werken aan veiligheid elders. En dan kan die stroom van mensen die nu het hele tijd het Europese vasteland opzoeken, die kan je outsourcen naar Afrika. We hadden hier een tijdje geleden Hans Spekman te gast, toch een wijs man. En Hans Spekman zei, zolang links zich de hele tijd richt op asielmigratie. En rechts, of tenminste op arbeidsmigratie. Dus links heeft alles maar over arbeidsmigratie, rechts heeft het over asielmigratie. Als je die twee nou om zou draaien, dan zou je misschien in de buurt van een oplossing komen. Want er is, arbeidsmigratie daar gelaten, dat is toch echt een probleem? Het geeft allebei, alle migratie op dit moment zorgt op dit moment nog voor de bevolkingsgroei in Nederland. Dus dat er, zeker als die dingen samengenomen worden, dat druk geeft op allerlei zaken, dat is maar kijk nou naar de kosten. Daar zijn we ook met elkaar mee. En laat ik het positieve punt zoeken in datgene wat meneer Eertmans aangeeft. Ik hoor hem een aantal Afrikaanse landen noemen. Waar we het van zouden moeten hebben, denk ik, is internationale samenwerking. Dat zou sowieso een stuk beter zijn. Ja. Dan hebben we hopelijk op termijn ook iets meer vrede en iets minder oorlog in de wereld. Maar wat mij wel altijd heeft gestoken in de Kamer is op het moment, ik ben ook lang woordvoerder economische zaken geweest, wat mij altijd wel stak is op het moment dat je dan bijvoorbeeld spreekt over een van de basisvoorwaarden voor betere verdeling van de welvaart in de wereld. Heb eerlijke handel. De afgelopen weken zijn daar mooie initiatieven over aangenomen op Europees niveau. Ja, dan zie ik toch ook wel vaak dat partijen daarbij wegkijken. Terwijl als je stabiliteit in de wereld wil en je wil de welvaart verdelen en ervoor zorgen dat mensen niet op drift raken, dan moet je daar ook met handen. Jongens, dat is een ander onderwerp. We zijn voor dit onderwerp door onze tijd en ik wilde jullie nog wel één ding even laten zien. 9 jaar geleden zat